Um, in dit filmpje ga ik jullie meer vertellen over slim zoeken in Wikipedia. Ik vind Wikipedia een heel waardevolle bron om snel um, informatie te vinden. Het is ook meestal een goede vertrekpagina voor een uitgebreide informatievraag. Um, ik zeg ook altijd aan mijn studenten, kijk, Wikipedia is je vertrekpunt, het mag niet je eindpunt zijn. Je mag niet um, je besluit gaan nemen, hè, zeker voor uitgebreide informatievragen, op basis van Wikipedia. Maar het is perfect om te vertrekken. Stel dat ik meer wil weten over de Berlijnse muur, dan ga ik gewoon gaan zoeken naar de Berlijnse muur en ik krijg meteen heel wat informatie. Het leuke aan Wikipedia is ook dat je meestal <coughs> heel snel kunt doorklikken naar andere zaken. Stel dat ik uh, nog meer wil weten over de Duits-Duitse grens en dergelijke meer, dan... Uh, dan kan dat heel makkelijk met een klik en daardoor ben je meestal snel vertrokken uh, op Wikipedia. Nu, wat is het grootste nadeel aan Wikipedia? Uh, dat is dat er steeds minder uh, updates gebeuren. Dus de sterkte van Wikipedia van een aantal jaren geleden is een beetje aan het afkalven. En toen had je een heel groot, uh, krit heel groot kritische massa. Waardoor dat de berichten altijd vrij accuraat waren. Uh, fouten er snel uh, uitgevist werden. Dat is een beetje aan het afbrokkelen. Hè. Dus we moeten nog, nog maar afwachten hoe het gaat evolueren met Wikipedia. Ik vrees als Wikipedia ooit uh, implodeert of explodeert, dat er niet meteen een valable alternatief uh, zal komen. Hè. Dus dat uh, moeten we een beetje afwachten. Nu, als je zoekt naar in, uh, in Wikipedia, dan ga je zeker voor uh, minder courante onderwerpen snel merken dat je in het Nederlands uh, ja, Meestal niet zoveel gaat kunnen uh, vinden. Ik heb hier een woord, gewoon informatie over de Duits-Duitse grens, zoals de grens tussen Oost- en West-Duitsland. Ja, Kijk, naar een goede pagina ben ik er al door. Uh, ja, dat komt gewoon omdat wij een klein taalgebied zijn, dus er wordt veel minder geschreven bij ons. Wat ik heel snel doe in dat geval is uh, gaan kijken hoe het in een andere taal, of, in, natuurlijk in een taal die ik begrijp, maar. Zeker in het Engels bijvoorbeeld, ga je altijd merken dat er heel wat meer informatie terug te vinden is, dat er maar heel wat meer uh, specifieker uh, is. Uiteraard um, ga je ook altijd meer informatie vinden in de oorspronkelijke taal. Dus als je op reis gaat naar ergens en je wilt meer informatie, um, dan ben je beter om in de oorspronkelijke taal. Dus als ik naar informatie wil over het museum in Zorgen, zoals in de tweede oefening. Dan ga ik meteen naar de Duitse pagina. En dan moet ik niet naar Zorgen gewoon, maar Zorgen in de harts gaan zoeken. Voilà. En dan ga ik, hè, want als je gaat kijken, ik ga het iets vergelijken met de Nederlandstalige pagina. Ja, dan krijg ik gewoon ja, één paragraafje. Um, en dat het aan de duits Duitse grens was. Um, maar er dus staat eigenlijk niks over dat museum, terwijl dat eigenlijk wel... Nog wat restanten zijn van de Berlijnse muur of van de uh, Duits-Duitse grens. En dat ga ik dan meteen beter uh, gaan zoeken binnen uh, ja, andere talen. Hè. Als ik hier in het Duits ga gaan zoeken, dan krijg ik effectief een link naar het Grensmuseum in zorgen, waar ik oké, okay, niet zo heel veel informatie, maar toch meer dan wat ik op het Nederlands pagina vond. En links kan je altijd kijken wat er in andere talen is. Engels en Duits zijn hier exacte vertalingen. Um, trouwens, ook dat is interessant. Ja, als je op Wikipedia zit, dat je het niet als enige bron gaat gaan beschouwen. Je krijgt altijd um, referenties en externe links. Je moet hier rechts, rechts naar het museum. Die zijn interessant. Wat ook interessant is om te raadplegen, is eigenlijk soms de, de geschiedenis. En dan zie je bijvoorbeeld hier deze pagina, is eigenlijk oorspronkelijk gewoon vertaald uit het Duits. En zeker bij kritische uh, onderwerpen, ook soms een keer naar de talk. Dus dat is eigenlijk het overleg. Hè? Zeker als het over religieuze onderwerpen en dergelijke meer gaat, dan durft daar wel nog eens discussie op te staan. Maar het belangrijkste is op Wikipedia dat je niet beperkt tot de Nederlandstalige pagina. En dat je dus hè, um, de talen die je machtig bent: Frans, Duits, Engels, Spaans, Italiaans, ik weet niet. Uh, wat jij machtig bent maar dat je die gaat eruit plegen. en op die manier ga je veel meer informatie vinden op Wikipedia dan wanneer je enkel op de Nederlandstalige blijft